Kaatje, thumbs up. Goed gedaan, jongen. Je gaat goed. Nieuw spelletje. Oh. Kijk niet zo boos. Goedemiddag, het is zondag en welkom in een nieuwe vlog. Ik dacht, ik pak hem er nog even bij vandaag. Ik was op tijd vanochtend met uploaden. Yay! Vind ik toch dat ik dat weer goed voor elkaar gekregen heb in een avondje. Ik dacht, ik doe nog een keer de broek aan. Was me wel goed bevallen gisteren. Zit wel lekker. Dus ik dacht, waarom niet? Ik heb netjes mijn bril opgezet. Dus goed bezig, vind ik zelf. En het is inmiddels 3 uur, precies. Het was net precies 3 uur. Dus ik ga met hem lekker eventjes naar het Engelse Werk. Dat is een soort bospark, zeg maar, hier in Zwolle. Aan de rand van Zwolle zit dat. En nou, als je daar bent, heb je niet het idee dat je in een stad bent. Dus gewoon lekker even, kun je een stuk lopen. En je hebt grote velden zitten waar altijd veel kindjes ook spelen met ballen en zo. We nemen dit keer mooi zelf een bal mee. Want meestal wil Kai de bal afpakken van wie er maar een bal heeft. Ik ga een bal meenemen. Ik ga hem zo meteen even wat drinken geven. En bedenken dat hij iets lekkers mee kan nemen voor in de auto. En dan gaan we daar even eerst een stukje lopen en dan nog even met de bal spelen. Dus dat is wat wij vandaag gaan doen. Dan gaan wij lekker even wandelen. Ja, hè? Nemen we de bal mee? Gaan we de bal meenemen? Gaan we die meenemen? Ja, hè? Ja. Oké, we pakken en bezakt. Het is altijd een hele opgave, hè? Met een humpie-dumpie ergens naartoe. Maar we zijn aangekleed. Ik heb de vuilnis hier klaarstaan. Dus wij kunnen gaan. Ik ben nu mee in het 538-archief. Het muzikale 538-archief. Alle hits van het archief willen ze afstoffen. De komende week gaan we erheen. Kiekeboe. Ja. Ja. Het is wel fris vandaag, maar zoals je ziet schijnt wel de zon. Ik had alleen geen sjaal om. Ik heb mijn jas helemaal tot boven en dicht zitten knopen, want ik dacht dat hetzelfde zou zijn als gisteren. Maar dat is dus niet zo. Het is echt wel frisser vandaag. Gelukkig heb ik hem wel een sjaal om gedaan. En dat in een stad, nou, is toch lekker. Normaal pakt hij altijd de bal van iedereen af en nu heb ik een bal mee. En wat zie je allemaal? We gingen net het heuveltje op. En toen was ik aan het kreunen omdat ik hem naar boven moest duwen. En nu als hij een heuveltje oploopt, begint hij te kreunen. Wat is dat allemaal? Oké. Ja, wat is het allemaal? Moest je zo omhoog klimmen? Oh, ga je weer helemaal omhoog? Oh, goed zo. Goedemorgen. Ik dacht net, ik ga eens wat foto's maken met mijn
camera. Ik heb gefotografeerd een aantal jaren. Van 2007 of zo tot een paar jaar terug. Ik vond het niet zo leuk meer en ik had geen inspiratie meer. Steeds minder mensen willen er ook voor betalen en zo. Dus het was een geleur van niks om klanten te krijgen. Maar in ieder geval, ik heb mijn camera nog. Ik heb alleen mijn dure lens niet meer. Dus ik heb nu een 50 mm lensje die ik nog had. Die zit erop. Maar ik had een lens van 1700 euro en die heb ik niet meer. Die heb ik toen ik gestopt was verkocht. Omdat ik toen ook in de WW zat en wat geld nodig had. Maar goed, nu zat ik net te kijken en oh jongens, er staan gewoon nog allemaal foto's op van toen Kai in die mini was. Kijk nou. Dat was die echt, nou ik denk dagen oud. Ik had net ook even eentje geschoten. Hoe lief is dat? Met zijn beertje. Hij maakt zoveel mooie foto's met camera. Ja, we gaan zagen zijn borst. Ja. Maar goed. Goedemiddag. Het is woensdag. Ik heb net gedoucht. Ik heb dus wat filmpjes opengezet van covers van mij. Was voor de lol hoor, destijds. Dus voor Kai. Voordat ik zwanger was van Kai. Uit verveling. Ik heb vroeger gezongen in bandjes en iets van 20 jaar niet meer gedaan. Mijn stem wilde ook niet meer. Ik mis de kracht in mijn stem. Dus uithalen en waar je kracht moet zetten, dat lukt niet. Dan komt het zo eruit. Daarom ben ik destijds ook gestopt, of mede daarom. Een aantal jaar geleden zeiden wat mensen van, nou, anders zet je toch gewoon wat filmpjes op YouTube. Is leuk, ook voor jezelf. En gewoon om te doen is het leuk. Dus dat heb ik toen gedaan. Het zijn er best wel veel geworden. En uiteindelijk heb ik ze allemaal weer dichtgezet. En ik heb er nu weer een aantal opengezet. Dus mocht iemand het leuk vinden om een andere kant van mij te zien. Nou ja, goed, dan kun je ze bekijken. Ik heb even een mapje aangemaakt met covers. En ik mis dat heel erg. Maar ik kan dat nu sowieso niet doen. Ik bedoel, als hij slaapt kan het niet, want dan wordt hij er wakker van. En als hij wakker is, kan het niet. Dus dat is ook geen doen. Maar goed, ik had een complimentje gekregen op zo'n recap die ik een keertje heb gemaakt. Die stond wel open namelijk. En toen ging ik dus die filmpjes terugkijken. En oh jongens, ik heb gewoon spijt eigenlijk van mijn haar. Of, nou ja, spijt is niet het goede woord. Want afknippen was echt gewoon nodig. Het was hartstikke dood. Maar mijn haar groeit best wel langzaam. En ja, ik mis het nu wel heel erg. En ook het feit dat je het gewoon even boven op je hoofd in een knot kan zetten, zeg maar. Want dat kan nu niet. Ik bedoel, ik kan wel een staartje in doen, maar dat vind ik toch anders. Maar goed, ja. Dus ik mis mijn lange haar. Wilde ik even kwijt. Verder slaapt Kai nog. Ik verwacht dat hij elk moment wakker wordt, want het is een uur of twee. En hij lag rond 12 uur. Dus het zal niet heel lang meer duren. En vanochtend was het heel mooi weer en zijn we dus niet naar buiten geweest. Want ik dacht, ik ga vanmiddag lekker met hem. En nu begint het helemaal bewolkt te worden. Het trekt nu steeds meer dicht. Dus dat vind ik niet zo leuk. Want gisteren zijn we niet buiten geweest. Dus ik wilde echt wel vandaag naar buiten. Als het droog blijft, ga ik het ook wel doen hoor. Ondanks dat het bewolkt is, we moeten gewoon even naar buiten vandaag. Oh, en mijn Pilea plantje begint eindelijk een beetje te groeien. Ik had een stekje van pannenkoekenplantje. Dat is de mama, zeg maar. En dit is dan het stekje. En die begint eindelijk te groeien. Oh, en ja, ik heb weer wat dingen anders neergezet. Ik blijf bezig. Zo blijf je schuiven en blijf je bezig. Ik heb dus netjes mijn bril op. Ik vind er wel een nadeel aan zitten. Als je een bril koopt zonder montuur, hou er rekening mee en let erop.
die dingetjes zitten bij mij best wel ver op het glas, vind ik. En als ik zo kijk, dan, bedoel, mijn oog kijkt er als het ware wel omheen, maar je ziet gewoon een enorme waas van dat dingetje zitten. En als ik recht kijk, heb ik er niet echt last van. Zie ik het wel, maar niet, is het niet heel vervelend. Maar als ik zo ga, ja, dan zie ik hem gewoon. Dan zie ik niet zoveel met mijn linker oog. Het is echt een mega lui oog. Ik geloof dat ze zei dat ik er 20% mee zag. Dat is niet veel. Maar goed, naar de andere kant toe heb ik het ook. En dan zie ik het dus wel. Dus mocht je eentje halen zonder montuur, zou ik daar rekening mee houden. Er waren gewoon heel veel andere brillen die ik eigenlijk veel leuker of mooier vind, maar die mij gewoon helaas niet stonden. En bij sommige zei ze, als het model iets kleiner was geweest, dus voor een kleiner hoofd, dan had het waarschijnlijk wel heel mooi gestaan, maar dat hadden ze niet. Mocht je die filmpjes gaan kijken, die covers, je hebt wel even earphones nodig. Headphone, hoe heet dat ding? Want de kwaliteit is echt bagger. Als je ze zo op je telefoon luistert, klinkt het heel blikkerig. En lijkt het net alsof de muziek en de stem niet in één bestand zitten, als het ware. Het is net alsof het niet goed bij elkaar matcht. Terwijl als je een beetje oké oortelefoontjes opzet en je luistert het dan klinkt het veel voller en als een geheel, zeg maar. Dus mocht je ze willen luisteren, prima, mag. Maar dan liefst wel even met earphones, want anders klinkt het nog erger dan dat het eigenlijk is. En goedenavond allemaal. Het is donderdagavond en het is volgens mij al bijna 10 uur. En ik probeer echt een hoek te vinden waarin je niet mijn camera in de bril ziet. Dus af en toe zit ik zo, want dan valt het minst op. Ja, ik heb de glazen niet laten ontspiegelen. Dat kost ook vaak extra. Dus ik doe mijn best dat het niet irritant is, zeg maar. Dus bear with me. Ik had in de vorige vlog aangegeven dat hij zo moeilijk was en dat hij de laatste tijd zo snel boos deed en soms moest hij ook echt niks van me hebben. En nou, was echt niet leuk. Ik heb echt een paar avonden flink zitten janken erom. Want het was gewoon niet te doen. Hij wilde niet verschoond worden. Hij at amper. Nou, drama. Inmiddels zijn we dus even verder. En ineens gaat het nu super goed met hem. Eet hij onwijs goed. Vanavond kippenpootjes en krieltjes en boontjes. En hij had echt alles op. Hij is de hele tijd vrolijk en lachen en hij komt de hele tijd bij me om te knuffelen. En nou, het lijkt zeg maar alsof hij in een sprong gezeten heeft. Zijn vorige gedrag leek al op een sprong en hoe hij zich nu gedraagt is normaal gesproken hoe ze na een sprong zeg maar zijn. Dus daar lijkt het heel erg op. Alleen qua schema, als ik het opzoek, zitten we niet in een sprongperiode. Maar goed, ik weet dat het ook niet op de week en zo aankomt. Dus misschien is het toch een sprong geweest. Het was super vermoeiend. En het maakt je ook mega onzeker op bepaalde momenten. Dus dat hij sinds gisteren ineens zo vrolijk is, is echt een pak van mijn hart. Echt. Ik kan niet zeggen hoe fijn dat is. We zijn helaas vandaag helemaal niet buiten geweest. Dat vind ik wel heel jammer. Maar het was gewoon baggerweer. En ik hoefde ook niet naar de winkel of zo. Dus ja, we hebben wel wat meer gespeeld samen dan normaal. Ook omdat hij juist zo vrolijk was, is het ook wat uitnodigender, zeg maar, om dan met hem te spelen. We hebben met blokken gespeeld en doosjes opgestapeld. Vindt hij hartstikke leuk. We hebben met de bal gespeeld. Nou, dat vindt hij helemaal geweldig. We hebben zelfs tussendoor een beetje tv gekeken nog. Dat doen we normaal ook niet echt. Dan kwam die lekker bij me op schoot zitten zelfs en knuffelen. En dan echt relaxed naar de tv. Nou, echt, dat doet hij normaal nooit. Tussendoor heb ik een beetje het huishouden gedaan. Ik heb
wat stekjes in potgrond gezet. Dus ik heb weer wat nieuwe plantjes erbij. Superleuk, je eigen stekjes. Ik weet dat niet iedereen into the planties is, maar voor de mensen die dat wel zijn, mocht je niet stekken, is echt een aanrader. Want het is zo leuk als ze eenmaal worteltjes hebben en je kan ze in de aarde zetten. En je hebt gewoon een compleet gratis nieuw plantje erbij. Dat is echt superleuk. Goedemorgen, het is vrijdag. De status van de doosjes. En het ergste is, hij eet het echt op en hij slikt het door. En dit zijn er maar 2 en het zijn er totaal 10. Wat heb jij voor jezelf te zeggen? Het is bijna 10:15 alweer. Ik dacht, ik maak me een keer wat meer op, dus ik ben langer bezig geweest. Maar ik ga heel snel drinken, Fukai pakken. Ik wil eigenlijk even op de fiets naar het centrum toe, want hij moet sowieso nieuwe schoenen hebben. Alweer. Dus ik wil eigenlijk even naar de Zinks. En ik dacht, dan gaan we mooi eventjes op de fiets, want het is mooi weer. Dus dan zijn we er gelijk even uit geweest. En hij vindt dat super leuk op de fiets. Dus dat is wat wij gaan doen. Wat zeg je allemaal? Ja, dus dat is wat wij gaan doen. Ik ga even snel drinken pakken voor jou en wat lekkers en dan gaan we op de fiets. Gaan we dan op de fiets? Ja, hè? Dat vindt hij echt superleuk altijd. Dus dan gaan we even kijken voor schoenen. Ik heb niet zoveel tijd, want ik eet normaal altijd vroeg met hem qua lunch, rond 11:30 altijd al, zodat hij een beetje op tijd ligt 's middags en dat we dus ook in de middag nog wat aan de dag hebben, zeg maar. Lukt niet altijd, want de laatste tijd slaapt hij soms gewoon bijna 3 uur. Dus dan is het alsnog laat. Nadeel is gewoon dat je dan bijna niks meer kunt. En ja, dat vind ik wel heel lastig. Voordeel is wel dat als ik moe ben, dat ik ook nog kan liggen. Nieuw spelletje. Dus ik ga snel drinken pakken, ik ga wat lekkers voor hem pakken en dan gaan we de schoenen aandoen en dan gaan wij op de fiets. Oh! Oké, mijn auto moet echt nodig schoongemaakt worden, jongens. Oh. Dat had ik eigenlijk willen doen toen Kai uit logeren was. But I didn't. Zo, ja, die is heel vies. Ik heb nog steeds achterin aarde liggen. Want ik was met Veerle laatst naar de IKEA geweest. En die had ook plantjes mee. En blijkbaar was er een plantje omgevallen of zo. Ik weet het niet. Maar de achterbank ligt vol. Dus ook dat moet nog. Ik ga even de auto starten. Ik was van plan om op de fiets te gaan, maar het is al veel te laat. Want het is al 10:30 geweest. En normaal gesproken eten wij om 11:30. Dus dat gaan we niet meer redden. Hopelijk kunnen we dan vanmiddag ook nog even naar buiten. Want ja, hij heeft echt nieuwe schoenen nodig. Deze schoenen beginnen gewoon echt te klein te worden voor hem. Dan hoop ik dat ze iets hebben wat niet te duur is, maar wel goed. Het zijn dus leren lopen schoentjes en die zijn echt krengerig duur. Hopelijk mag hij nu gewone, want zij zei ook, dan heb je veel meer keus. Dus maar in ieder geval, we zijn al laat, dus ik ga rijden. Adios. Goedemiddag, het is nog steeds vrijdag en we waren voor ons doen best wel laat terug. We hebben pas om 10:30 gegeten. Normaal eet ik met hem om 11:30. Dus hij was een beetje hangry, zeg maar. Hungry en angry. Was eigenlijk wel zielig, want hij heeft heel erg zijn best gedaan vandaag. En hij heeft zich heel goed gedragen verder. Alleen op het einde werd het hem gewoon wat te veel. En hij is gewoon heel erg van structuur. Wat echt zijn voordelen heeft. Want ik weet exact waar ik aan toe ben met hem qua slapen en zo. Ik weet precies hoe laat hij ongeveer wil slapen. En dan gaat hij ook slapen, zowel 's middags als 's avonds. Ik weet ook hoe lang hij meestal slaapt. En 's ochtends is hij sowieso stipt rond dezelfde tijd wakker. Het nadeel eraan is dat je gewoon veel minder flexibel bent. En dus dat als het een keer later is of wat dan ook, ja, dan kan het gewoon voorkomen dat hij echt uit zijn hum raakt.
Maar goed, in principe ging het allemaal heel erg goed. En ik heb dus nieuwe schoentjes kunnen scoren. Uiteindelijk bij de Zings beland en daar heb ik deze op gehaald. Ze zijn een beetje groen-grijzig. Nou, ze staan hem gewoon super leuk. En ik vond het gewoon de leukste ook die ze hadden. Plus ze waren ook nog eens iets goedkoper dan een ander paar wat ik ook nog leuk vond. Ik ben door dezelfde vrouw geholpen als de vorige keer. En zij weet er gewoon echt heel veel van. En zij doet het ook al jaren. En zij gaf ook aan, nou hij heeft maar 22. Dus hij kan in principe in maat 22. Ze zegt maar, ik zou maar 23 doen. Want anders ben je hier zo weer. Want dan is hij er gewoon zo uitgegroeid. Dus ze had het erover, in het ergste geval doen we er een extra sooltje in voor de zekerheid. Zodat we zeker weten dat ze goed stevig zitten. Maar hij kan in principe maar 23 en dan kan hij er ook even mee door. Nou, ik vond het helemaal goed. Ik zei, als ze maar goed zitten, dan vind ik het helemaal prima. Nou, ze zaten eigenlijk zonder sooltje al goed. Maar ze zegt, voor de zekerheid kun je er een sooltje in doen. Nou, dat was dan eigenlijk 5 euro extra. Uiteindelijk zei ze, weet je, ik kan wel regelen dat je het sooltje gratis krijgt. Dus nou, helemaal blij mee natuurlijk. Vorige keer kreeg ik ook al korting van haar. Dus echt super tof. Zings, ik ben echt heel goed geholpen door die vrouw. Ze vond hem al belachelijk goed lopen voor een kindje wat net van leren lopen schoentjes afkomt. Want ze zegt, meestal gaan ze of nog een keer op leren lopen schoentjes. Of als ze dan gewone schoenen krijgen, dan lopen ze in het begin een beetje raar en moeilijk. En ze zegt, maar hij loopt erop weg alsof hij die schoenen al een tijdje heeft. Dus ja, ze vond het heel bijzonder dat hij er zo makkelijk en goed op weg liep. Kaatje, thumbs up. Goed gedaan, jongen. Je gaat goed. Ze waren wel weer 50 euro, dus rip uit mijn lijf. Maar goed, dat gaat van de kinderbijslag, dus het is niet anders. Verder wil ik eigenlijk vanmiddag ook nog naar buiten. Maar omdat hij dus pas om 1 uur ging slapen, ben ik bang dat hij heel laat wakker gaat worden. En dat we daar geen tijd meer voor hebben. Dus of dat gaat lukken, weet ik niet. Mocht hij op tijd wakker worden, dan wil ik echt nog even naar buiten. Want het is super lekker weer. Nou goed, daar hoop ik een beetje op. Maar dat weet ik dus nog niet zeker. Verder ga ik hierbij dan de vlog afsluiten. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Ik wil met name weer mijn abonnees heel erg bedanken voor het kijken. Want het worden er toch gestaag steeds meer. En het zijn er eigenlijk al veel meer dan wat ik überhaupt had verwacht en had durven dromen. En ik weet, voor een diehard YouTuber is mijn aantal peanuts en stelt dat niet zoveel voor. Voor mij is het gewoon, zoals ik de vorige keer al zei, wel heel veel. En ik vind het gewoon wel een gezellig idee. Het is een beetje eng ook, maar het is ook een heel gezellig idee. En ik heb in ieder geval het gevoel dat ik wat interactie heb met de buitenwereld. En met wat volwassen mensen, in plaats van alleen maar met een dreumes. Want ik zie gewoon weinig mensen. Het is gewoon een feit. Het is al een paar jaar zo en het is gewoon nog steeds zo. En dus niet om zielig te doen. Hoewel ik me er soms ook best wel zielig onder kan voelen. Maar zo bedoel ik hem nu niet. Maar ik zie gewoon weinig mensen en dan is het wel fijn dat ik een beetje het idee heb dat ik toch met mensen praat, zeg maar. Dus dat vind ik gewoon leuk. Dus daar wil ik jullie nog even extra voor bedanken. En hopelijk heb je verder een leuke dag. En ik hoop dat het mooie weer een beetje gaat doorzetten. Ik hoop dat ik binnenkort nog wat voor mijn balkon kan doen, maar ik heb niet zoveel geld meer. Dus ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen. Dan moet ik echt heel cheap dingen gaan vinden en bedenken. Maar goed, dat zien we dan wel weer. In ieder geval dus bedankt voor het kijken. En hopelijk zien we je dan weer in een volgende vlog of in een andere video. Dus tot de volgende keer weer. Doei doei!